complicaties. Die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat zij in de nacht van 21 op 22 december is overleden. Mijn vrouw ligt begraven op de Hoge Berg. Het is een heel mooi plekje op het eiland. Echt fantastisch. En heel vaak rijdt mijn auto daar automatisch heen. Dat heb ik gemerkt. Wat zij heeft geflikt, had ik echt nooit gekund. Mm-hmm. Nooit. Nee. En het werd maandag opgepikt door RTL Nieuws. Dus ik kreeg een telefoontje van de redactie van RTL. En die had het gelezen. Jinek had het ook nog overgenomen weer. En dan nu als apotheose 7D-TV. Ik bedoel, wat moet je aan ook meer gebeuren? Ja, maar je was vroeg bij, hè? Ja, nou ja, het was voor mij ook de aanleiding. Ik ben altijd op zoek naar... een bekend fenomeen ook in ondernemersland. Ik doe heel veel congressen. En het gaat natuurlijk 9 van de 10 keer over de successen en over de toffe verhalen. En ik ben erg geboeid ook in thema's als veerkracht. En wat gebeurt er als er dingen misgaan? En weet je, de mens achter de ondernemer, die vind ik gewoon... Ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus vandaar dat ik altijd bewust getriggerd word als ik dit soort verhalen lees. Ik denk van ja, hier zit een soort inhoud in die voor heel veel andere mensen inspirerend kan werken. Toen zijn vrouw enige maanden geleden overleed aan de gevolgen van kanker, ontstonden er na jarenlange mantelzorg gaten in zijn agenda. En om die op te vullen deed hij een online oproep om tijd te besteden aan andere ondernemers om ze te helpen. Mijn gast is hier Bouke Weber. Hartelijk welkom, Bouke. Ja, dank je. Ja, je zei net, is het precies een half jaar geleden nu? Ja, ik zei net, het is een beetje een rare dag vandaag. Exact een half jaar geleden, op 14 oktober, werd mijn vrouw opgenomen. Was bewust, omdat ze mee mocht doen met een veelbelovende studie. Ja. Waarbij de mogelijke kans was op genezing. Iets dat wij 10,5 jaar geleden nooit hadden verwacht. Want zo lang loopt het aan. Ja, en want de gemiddelde levensverwachting was toen de tijd 3 jaar. Nee. Dus we zaten al 7 jaar in de bonus. En dan ook met kans op genezing. Dat was in principe de gedachte. Alleen vandaag moet ik dus constateren dat na een half jaar verder zijn dat het afgelopen. Dat niet is gelukt. Althans, het is al gelukt, want ze is uiteindelijk genezen. In remissie. Alleen met allerlei extra moeilijkheden, moet ik zeggen. Complicaties die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat zij in de nacht van 21 op 22 december is overleden. Exact 3 maanden nadat ze 50 jaar is geworden. Ook iets wat we nooit hadden verwacht. Nee. Ja, dus, dat een voordeel bij een nadeel of zo. Maar ja, dat is een beetje lastig om te zeggen als je vrouw uiteindelijk overlijdt, toch? Ja. Maar je hebt 7 jaar de tijd wel gehad. Is dat fijn dat je zo bewust afscheid kan nemen van elkaar? Tenminste, ik kan me voorstellen als je zo lang de tijd hebt. Dat hebben we dus uiteindelijk niet gedaan. Nee, op het moment zelf. Ja, dat was heel stom. Want... omdat ergens, weet je, een week of 4 nadat ze die behandeling kreeg, leek het allemaal aan te slaan. En in remissie. Dus wij waren weer voor het eerst sinds 10 jaar plan aan het maken voor 3, 5 jaar. Ja, ja. En normaliter, nooit. Ah, dus het was echt onverwacht uiteindelijk. Het was onverwachts, ja. Ja, ja. Weet je houdt altijd rekening mee. Eind 2019 ging het ook heel slecht. En toen hadden we ons voorbereid eigenlijk. Ja. En nu niet. Maar ik kan wel voorstellen dat in al die jaren daarvoor dat alles wel eens een beetje gezegd is, zeg maar. Op die manier, als je zo bewust bezig bent met een potentieel levenseinde. Ja. Het kwam toevallig precies in de periode dat mijn blog uitkwam, dat Bibio Mental overleed. Ja. En dat was echt spot on. Dat hebben we ook gedaan. Altijd het opbouwen van herinneringen. Ja. Standaard. Ja. Zo noemden wij het ook. Hè? We hebben hele mooie reizen gemaakt en altijd met z'n vieren de foto. 2 keer Amerika geweest en wat camperreizen door Europa. Ja. En iedere keer gaf ik altijd mijn telefoon aan iemand van gooi een foto van ons maken, van ons viertjes. En een bewuste keuze. En achteraf gezien natuurlijk fantastisch. Want hoe oud zijn je kinderen nu? 13 en 16. Ja. En een van de doelstellingen van mijn vrouw was ook altijd een doel wat niet haalbaar scheen, was beide jongens naar de middelbare school. Is dat dan net gelukt? Of? Dat is ruimschoots gelukt. Eén HAVO2 en de ander doet dit jaar eindexamen VWO6. Jee. Dus ja. Heel veel dingen zijn ook wel goed gegaan met dat. Ja, maar goed, het blijft vreselijk. Ja. Ja. En dan ook nog in een... Want het blijft een ondernemerskanaal waar we hiermee bezig zijn. En het was ook de reden dat ik je uitnodigde. Wat deed je, en dat zou ik niet vragen alleen met het overlijden van je vrouw, maar ook door corona. Wat deed je de jaren, zeg maar, tot, eind 2020? Wat is je vak? Je zit in de hospitality. Ja, tot een jaar of 3 geleden was ik directeur en mede-eigenaar van... 2 hotels op het eiland Texel. Ja. En
die vormden samen Hotelgroep Texel. Ik deed met name sales en marketing. Operationeel gezien deed ik niet veel. Ik had bij de hotels een operationeel management zitten. Daarnaast hielp ik nog een derde hotel. Dus we hadden toen 3 hotels binnen Hotelgroep Texel. Was wel een andere eigenaar. En een jaar of 3,5 jaar geleden kwamen we tot ontdekking dat, dat ik mij eigenlijk misschien beter kon verzelfstandigen. Dus Hotelgroep Texel mee kon nemen. Mm. Een eigenaar van een van de hotels wilde meer zijn stempel drukken op dat bedrijf. Nou, dat is prima. Dus ik kon beter maar elders gaan. Alleen de sales en marketing ben ik blijven doen sowieso. En directieadvies, gemeenschappelijk inkoop, ben ik blijven doen. Vanuit mijn eigen entiteit. En dat ik toen op dat moment geen hotelier meer was, was ik ook geen concurrent meer voor een ander hotel op het eiland. Dus sloot al vrij snel een 4 hotel zich aan bij mijn clubje. En alleen gebleken is achteraf dat als jij ergens altijd eindverantwoordelijk bent geweest voor in dit geval 2 hotels. En als je dan wel aan het, MT mee mag doen, maar niet aan het hoofd van de tafel zit, maar aan de zijkant of eigenlijk in het hoekje. Dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Nee, dus het was voor mij behoorlijk frustrerend op een gegeven moment eind 2019. En we hebben nog gezocht naar een oplossing. Alleen de oplossing was eigenlijk afscheid nemen van die 2 hotels. Mm. Doorgaan met de 2 kleinere hotels binnen het clubje. Dus het was het hotelgroepje Texel uiteindelijk. Ja. En dat was vorig jaar, 2020. En toen kwam corona en ik had niet zoveel te doen uiteindelijk. En kinderen veel thuis. Dus we hadden vorig jaar, ik vind eigenlijk, corona is voor mij een soort blessing in disguise geweest. Omdat we heel veel tijd hadden voor elkaar. Ja. Dus het laatste jaar dat we samen hadden, ongemerkt heel veel tijd voor elkaar gehad. En wat gebeurde na jouw oproep een paar weken geleden toen je zei van jongens, er ontstaan enorme gaten in mijn agenda. Nu die mantelzorg voorbij is en kom maar op met je vragen. Op een gegeven moment liep ik de laatste paar weken met mijn ziel onder mijn arm. En reed ik een beetje rondjes over het eiland, muziek aan in mijn auto. En wat moet ik doen? Het is een enorm gat natuurlijk. Ja, en ongemerkt, dat gebeurde mij wel vaker, reed ik iedere keer weer. Mijn vrouw ligt begraven op de Hoge Berg. Het is een heel mooi plekje op het eiland. Echt fantastisch. En heel vaak rijdt mijn auto daar automatisch heen, heb ik gemerkt. Ja, ja. En ik had mijn broer aan de lijn toen die maandag. En toen bedacht ik dit ineens. Ik wil iets doen. Weet je? Dus waarom niet gewoon een post maken, LinkedIn. Ik heb tijd over nu. En niet dat ik tijd zat heb of zo, maar ik wil graag tijd vrijmaken voor anderen. En want dat zit ook blijkbaar in mij, dat zorgen. Weet je, dat vind ik ook normaal. En dat past ook wel binnen de hospitality branche ik in zit. Weet je, dus wist ik ook niet hoor, maar dat zit er dus blijkbaar gewoon in. En dus heb die blog gemaakt, foto laten maken, op vrijdag gepost. En om 6 uur volgens mij. En ik moet 's avonds de Voice kijken met mijn jongste zoon. Ja. En ik heb niet zo heel erg veel gezien van die aflevering, want mijn telefoon ging continu. Het pling, 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 pling. Weet je, een dingetje, ik doe iets en misschien dat je 20 likes krijgt of zo. Het zal wel, maar daar ging het me ook helemaal niet om. Nee. Weet je, je wilde gewoon iets doen. Alleen het explodeerde. Blijkbaar raakte het verhaal iets. Ja, vond ik echt super gaaf. Mm-hmm. En weet je, behalve achteraf gezien andere mensen daarmee helpen, helpt het mij ook. Dat is ook gewoon zo. En, in hoeverre? Dat ik er weer op uit trek. Mm. Ik ben vorig jaar heel veel thuis geweest. Amper collega's gezien natuurlijk ook. Omdat je het risico niet wil lopen dat ik mijn vrouw zou besmetten met corona. Ja. Heel regelmatig in mijn ritjes naar van Texel naar Amsterdam. Dat ik in de auto zag en dacht van oeh, voel ik iets in mijn keel. Ja, ja. Kan ik wel gaan? Ja. En dus vorig jaar was het wat dat betreft fijn met het gezin. Maar ook heel eenzaam, alleen. Weet je wel, gewoon niks doen. En daar kwam dankzij die post wel degelijk verandering in. Dus dat voelde goed. En heel veel hartverwarmende reacties. Ook van mensen die in dezelfde situatie zitten of zaten. Of een vriend hebben die dat heeft. Dus heel veel belletjes. Echt heel veel mailtjes. En het werd maandag opgepikt door RTL Nieuws. Dus ik kreeg een telefoontje van de redactie van RTL. En die had het gelezen. En die wilde een interview van 20 minuutjes geloof ik, of zo, een half uurtje. En dat had ze heel goed verwoord, vond ik heel knap. Ja. En Jinek had het ook nog overgenomen weer. Mm.
En die artikelen zijn uiteindelijk, is mijn blog daardoor nog vaker gelezen dan zeg maar gewoon door LinkedIn zelf. En dat en dan nu als apotheose 7D-TV. Ik bedoel, wat moet je nog meer gebeuren? Ja, maar jij was vroeg bij, hè? Ja, nou ja, het was voor mij ook de aanleiding. Ik ben natuurlijk, ik ben altijd op zoek naar. Een bekend fenomeen ook in ondernemersland. Ik doe heel veel congressen. En het gaat natuurlijk 9 van de 10 keer over de successen en over de toffe verhalen. En weet je, en ik ben erg geboeid ook in thema's als veerkracht. En wat gebeurt er als er dingen misgaan? En weet je, de mens achter de ondernemer, die vind ik gewoon, ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. Dus vandaar dat ik altijd bewust getriggerd word als ik dit soort verhalen lees. Ik denk van ja, hier zit een soort inhoud in die voor heel veel andere mensen zeg maar inspirerend kan werken. En wat ben je gaan doen met al die reacties? Ik heb eerst het weekend niet zoveel gedaan. Vrijdag, zaterdag, zondag. En bij maandag ben ik alle mailtjes heen gaan scrollen enzovoort. Ik dacht, moet ik gaan reageren op al die LinkedIn-posts? Mm. Vond ik ook wel een beetje te veel van het goede. En de een naar de ander vraag, uitdaging ben ik maar aangegaan. Dus ik heb afspraken gemaakt met her en der. Kopjes koffie en wandelingen rondrijden. Ja, en, maar de meest bijzondere. Ja, noem maar eens een paar waarvan je zoiets hebt. Dat is wel heel apart. Sowieso natuurlijk uit de hospitality, maar ook uit personeelszaken. Volgende week heb ik een afspraak met iemand die heeft een ingenieursbureau en die zit in de offshore industrie. Geen idee. En ik vind het wel leuk. En ik zat, nu zit ik hier met jou. Afgelopen maandag zat ik in Drachten in Theater de Lawei. En dat ging over een online seminar over reviews. En de regio Zuidoost-Friesland die wil meer reviews binnenhalen. Ja, en als je dat aan groep gaat doen, dan zetten we een beweging in. Ja, ze hadden mij gevraagd, iemand had mij getagd van, is dit niet wat voor jou? Ik zei van, ja, dat ben ik. Ja. Dat was redelijk arrogant, maar ze pikte het wel op. Dan werd ik daar uitgenodigd, was leuk. Ja. En zo grappig, want ik kwam binnen de lawaai en er waren al wat mensen in die zaal. Degene die mij ontving, die zei van, lopen naar boven, er zullen wel meer mensen zijn die u kent. Ik zei, ik ken hier helemaal niemand. En, maar dat is dus precies wat ik vorig jaar heb gemist en waar ik nu weer ook aan toe ben en ook leuk vind om te doen. Mm. En in al dat, in al die hectiek, want ik hoor jou zeggen, van ik help graag mensen. Nou, je hebt natuurlijk het afgelopen 10 jaar, ik kan me voorstellen dat je leven een beetje in het teken stond van je vrouw, zeg maar. Dat een soort altijd aanwezig iets is. En dan nu weer dit doen en dan allemaal. Vergeet je jezelf niet, zeg maar? Is dat een risico? Niet dat ik de psycholoog al uithangen nu, hoor, maar. Nee, volgens mij geef ik mezelf nu juist extra aandacht. Hmm. Doordat ik andere mensen aandacht geef, komt het ook weer bij me terug. Ja. Ik heb wel eens gezegd, maar dat is een beetje marketingachtig iets. Alles wat je geeft, krijg je 10 keer zo hard terug in je snuffert. Maar dat is ook echt zo. Ja. En dat heb ik qua werk ook altijd gedaan. Weet je, altijd gasten cadeautjes geven, kleine presentjes, kleine dingetjes. Ja. En dan kost het maar geld, maar het levert er eigenlijk gewoon ook geld op. Ja. Wat ga je doen de komende tijd, los van de rouwverwerking, zeg maar, die waarschijnlijk wel even zal duren. Maar wat ga je als ondernemer, hoe ga je dit, wat zijn je plannen? Zoals ik zei, ik had vorig jaar 2 hotels die ik hielp binnen een platform. En september vorig jaar ben ik benaderd door 2 oud-collega's van mij die een hotel hebben overgenomen op het eiland per 1 januari. En die vallen nu ook onder mijn clubje. En dat wordt op termijn waarschijnlijk nieuwbouw. Dus ik mag dat project ook gaan begeleiden. Aha. Dus dat is wel een leuke uitdaging. Hè? Renovatie, nieuwbouw, uitbreiding. En dat zie ik wel zitten. Mogelijk zelf misschien weer meedoen in exploitatie. Dat zou kunnen. En ik kijk er ook wel naar uit om wat interim werkzaamheden te doen eigenlijk. Dat lijkt me ook wel heel gaaf. Gewoon ergens komen in het bedrijf. En gewoon zorgen dat binnen een paar weken of een paar maanden gewoon de boel weer strak staat. Of of als een eigenaar, directeur ziek, zwak, misselijk is. Dat je dat het gat opvult. Of dat ze een jaar lang klap hebben gehad van corona en misschien eens even willen herijken. Want ik denk dat wel zou gaan gebeuren. Ja. 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 Want er moet wat opgekrouwen. Hoe is dat op het eiland gegaan? Is dat hetzelfde als in Nederland gegaan, zeg maar? Of is dat anders? Anders. Nog erger misschien wel? Nee. Nee? Nee, dat moet ik niet. Vorig jaar was iedereen natuurlijk door de eerste lockdown, ging het restaurant pas open ergens in juni, geloof ik. Mm-hmm. Waar ik dit jaar eigenlijk ook verwacht. Dat heb ik in februari al gezegd. We gaan gewoon het scenario van vorig jaar weer herhalen. Ja. En toen is er een heel druk seizoen geweest. Heel druk, weet je, gewoon geen gaatjes. Ja. He, de bedden waren altijd al goed bezet. Alleen afgelopen jaar ook gewoon in juni en september en oktober. En het bleef gewoon doorgaan. Dus dat is goed geweest.
En restaurants hebben het ook best goed gedaan. Dus volgens mij was vorig jaar, coronajaar, best wel oké. Okay. En toen kwam de tweede lockdown in oktober. En er zijn gewoon heel veel bedrijven op Texel gewend om dicht te gaan vanaf zeg maar oktober. Alleen die kwam nu voor de herfstvakantie, was wat minder. Of in. Meestal dicht te gaan na de herfstvakantie en dan open ergens in maart, april. Dus ja, dan doet het niet echt heel erg veel zeer als je dan nu verplicht dicht bent. Ja, ja. Kijk, hotels hebben er wel last van hoor, op dit moment. Die hebben er zeker last van. Restaurants uiteraard ook. Maar vakantieparken, die doen het best goed op dit moment. Ja. Alleen je mist, zoals met Pasen, mis je de Duitsers en de Belgen. Mm-mm. Dus dan zit je parkje toch niet vol. Dus concluderend krijg je een druk jaar. Ik ga ervan uit dat het een heel druk jaar wordt. Ja. Ja, en dat het ook heel veel problemen gaat zorgen ook. Mm-hmm. Want, hoezo bedoel je nou, dat? Heel veel gasten, weinig personeel. Ja, precies. Dus op het moment dat je omzet kunt maken nu straks, kun je het niet doen. Mm. Ik denk dat wel een heet aan wijze. Wat is dat toch, die scheef groei aan personeel? Dat er van alle andere sectoren zijn, of het nou zorg is of horeca, waar echt zoveel te doen is en waar te weinig mensen zijn. Imago. Ja? Denk ik. Mm. De zorg gaat nou trouwens gaat wel de goede kant hebben gemerkt. Ja. Maar horeca, zeg je imago, ja? Denk ik. Hard werken. Dat is de zorg ook wel een beetje. Weet je, je denkt dan dat je een rooster hebt voor 8 uur en even goed moet je dan 10-12 uur draaien. Ja. Is ook niet normaal natuurlijk. Ja. Is ook niet nodig in mijn optiek. Maar goed, even rooster maken een week van tevoren. Ja, dat wil je niet. Mm. Is wel de praktijk. Nou, en ik weet nog dat Won Jip ooit in een interview hier op dit kanaal zei. Die zei van ja, kijk, in andere landen is het echt een vak. En kun je er carrière in maken. En hier is het ook voor heel veel mensen, ja, het is een bijbaantje. En weet je wel. Nou, zoals jij het nu zegt, zo denigrerend, dat is het. Ja. Ja, terwijl dat niet is. Nee, maar als je maar vaak genoeg herhaalt, dan. Maar het is ook gewoon een vak. Ja. Je moet het ook gewoon kunnen. Ja, wat heet. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Als je nou eens weer zo'n rondje rijdt, hè, en die auto die gaat volledig uit zichzelf richting je vrouw, hè, waar denk je dan het meest aan? Wat neem je nou? Wat is het allerbelangrijkste wat je meeneemt in je hart, zeg maar, van je vrouw? Poeh. Het thema, motto van haar was, dat had ook met de uitvaart, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja. Wat het weer. Geef de moed niet op. En wat zij heeft geflikt, had ik echt nooit gekund. Mm-hmm. Nooit. Nou, dus nou goed, dan ga jij het ook redden. Ja. Oh nee, maar dat weet ik ook wel zeker. Mm. Ik wel zeker. Maar petje af, weet je. Iedere keer, vriend van mij, van ons, die hebben heel vaak gezegd van man, wat een rollercoaster. Weet je, iedere keer weer. Kijk, in het begin was er een medicijn en dat werkt dan. En op een gegeven moment is het uitgewerkt. En dat gebeurt gewoon iedere keer. En, maar goed, de plank, er liggen nog voldoende alternatieven op de plank gelukkig. Of de hoge hoed, geef maar een naam. Ja. En op een gegeven moment is die plank is leeg. En dat was dus eind 2019 was dat het geval. Mm. En toen hebben ze teruggegrepen naar een oud medicijn wat wonderwel weer werkte. Ja. En dus ik heb 2019 heb ik al gehoord dat de arts dan zegt van, of de verpleging van, willen jullie even meelopen naar het kamertje van de arts? Nou, dan weet je al van, dat is meestal geen goed bericht. Dat een arts jou iets niet op de zaal wil vertellen. Mm. En dat was nog slecht. En toen werd er gezegd van, goh, als ik jou was, zou ik nog maar wat afscheid gaan nemen van vrienden en kennissen, nu het nog kan. Mm. Toen was ze zo slecht dat als er een longontsteking bij zou komen, dan was het klaar. Ja, nou, wat heeft ze afgelopen, vorig jaar februari gehad, 3 maanden later, een longontsteking. Kwamen achteraf gezien achter. Mm. Dus toen kon ze hem weer hebben. Dus, ja. Dankjewel voor het delen van dit verhaal. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een ondernemersverhaal, maar vooral ook een mensenverhaal. Dankjewel voor het kijken. En wil je meer video's zien van 7DTV? Blijf dan vooral kijken. Over een paar seconden 2 nieuwe. Dankjewel. Hoi.